Woensdagmorgen zijn er bij een steekpartij twee vrouwen van 24 en 28 jaar oud gewond geraakt. Het steekincident gebeurde aan de Veerlaan in Rotterdam. Beide vrouwen die zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Rotterdam. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht. Rond 10 uur kreeg de politie de melding dat er ruzie was in de woning tussen twee vrouwen. Ter plaatse troffen agenten twee vrouwen aan. De ambulancedienst alsmede ook het mobiel medisch team kwamen ter plaatse. Beide vrouwen werden behandeld en overgebracht naar een ziekenhuis. Daarna zijn ze aangehouden door de politie. Op een later moment worden de dames verhoord. De forensische opsporing heeft ter plaatse sporen verder gesteld. De politie is gestart met het onderzoek.